Na de symbolische overhandiging van de hamer kan Han Polman nu echt aan de slag. Voor veel Zeeuwen is Polman, in tegenstelling tot Carla Peijs een paar jaar terug, nog de grote onbekende. Een vrij jonge man en dan ook nog lid van D66. Maar de Staten van Zeeland houden wel van uitdagingen. De 50-jarige oud-burgemeester van Bergen-op-Zoom komt niet in een gespreid bedje terecht, was de boodschap. Wij denken dat wij nog aan een aantal monsters hebben die ons bedreigen. Zoals het dreigende vertrek van Rijksdiensten, Kees Bierens noemde dat ook al. En op dit moment de economische crisis. Zeeuwen zijn stug, wordt wel gezegd. Na muzikale uitvoeringen van onder andere zijn broer en zwager kwam Polman zelf aan het woord. Hij heeft weinig op met dit nieuwe kabinet dat alles groter wil. Provincies, basisscholen, gemeentes. Inmiddels groeit wel het besef dat die passage uit het regeerakkoord over die 100.000 plus gemeenten nogal kort door de bocht was. Polman ziet niks in verplichte samenvoeging, meer in samenwerking met Rotterdam, de Drechtsteden, Vlaanderen en Brabant. Wat nu al op grote schaal gebeurt. Hij heeft ook een duidelijke boodschap van Carla Peijs gekregen. En terecht dat ze zei, pas op voor de redenering, Han, van sommige rijksvertegenwoordigers die zeggen, ja maar jullie krijgen de marinierskazerne al. Dat is natuurlijk onzin, zei Carla, om dat als een soort genoegdoening te zien voor van alles en nog wat.